is het dan zover. De voorstellingen van de Rabo Music Sensation. Wij zijn vandaag al bij de vierde voorstelling en tevens ook de laatste. We gaan de mensen eens vragen hoe het geweest is tot nu toe. En natuurlijk naar de toeschouwers wat ze van vanavond verwachten. Hey! Hey. Ja, heb jij een minuutje voor ons? Ja, een minuutje. Ja, een minuutje. Ja, ja. Hoe gaat het tot nu toe? Super. Ja, ik kan niet anders zeggen. Het is hier achter heel gezellig, op de bühne is het heel gezellig en dan komt het in de zaal vanzelf goed. Dus, terugkijkend naar de eerste avond toe, hoe was de spanning en hoe is het gegaan de eerste avond? Nou, we hebben de generale eerst hier nog gehad, dus dit was dinsdag, de eerste keer op een groot podium, dus ook eventjes wennen. En dan valt het nog niet altijd helemaal precies op zijn plek, dus de eerste avond is altijd heel spannend hoe het zal gaan verlopen. Maar het ging al als meteen als een tierenlier. Nou, dan heb je de tweede avond, dan gaat het nog makkelijker, want dan weet ze ook hoe het gaat. Nou, gisteren ging hier het dak eraf al, dus ik ben benieuwd hoe het vandaag, of het erop blijft zitten vandaag. Dus, ja. Ja, heb je nou nog zoiets van, oh wat jammer dat nu al de laatste avond is aangekomen? Ja, echt. En volgens mij met mij heel veel, dus het zal nog wel emotioneel worden misschien vandaag. Dus, ja. Nou ja, dat is alleen maar goed, hè? Dan blijft het ook positief hangen. Oké. Wat moet jij nu nog doen? Ik ben van de Gertie-mail. Dat weet verder niemand, maar de mensen die het aangaat, die weten het wel. Dus, ik ga altijd iedereen nog even voorbij, even nog wat kleine aanwijzingen. Ja, er zijn altijd nog wel wat puntjes waar ik even op moet letten en dan... En dadelijk zit ik links en rechts in de zaal waar ik nodig ben. Dus ik vlieg een beetje van hot naar haar vandaag. Ja, het is niet zo van je kunt als het eenmaal begint lekker achterover leunen. Je blijft toch wel echt bezig. Nou, ik denk dat ik vandaag wel. Ik hoef vandaag niet meer op te letten wat er morgen beter hoeft. Hè? Dus als het even kan, ben ik dadelijk echt in de zaal te vinden. Ja, en dan kruip ik erachter langs en dan ga ik gewoon kijken. Ja. Dus vanavond ben je ook lekker een avondje uit? Dat ben ik eigenlijk al elke keer, maar deze keer is gewoon de laatste. En ik moet ze scherp houden, hè? Want het is drie keer goed gegaan, moet de vierde keer ook nog goed gaan. Dus, maar het zal wel lukken. Oké, ik zou zeggen geniet ervan. Doe ik, zeker, en jullie ook allemaal. Ja, dankjewel. Okay, dankjewel. Ja, hoi. Hi, hoe gaat het? Ja, heel goed. Drie dagen erop zitten, maar ik ben echt tevreden over de meiden. Ja. Ze doen het heel goed. Ja, nou dat zeiden ze zelf net ook al, een beetje terughoudend, maar hoe vond jij het? Ja, ik vond het heel goed gaan. De generaal op dinsdag, ja, er waren nog een paar dingen, maar op woensdag hebben ze het allemaal goed opgepakt. En iedere avond moeten ze zich toch weer opladen, maar dat gaat heel goed. Ja. En dan nu een zwart gat, of valt dat nog mee? Nu nog niet. Nee, straks, na vanavond bedoel ik. Ja, nou ja, ik mag maandag weer gewoon beginnen. Dus we zullen snel doorgaan. Maar het is wel even afkicken van de gezelligheid. Want hier achter de schermen is het heel erg leuk met alle mensen. Want niet alleen bij ons gaat het goed, maar volgens mij bij iedereen. Althans, we hebben heel veel plezier met de sminkdames hier naast ons. Maar ook, ja, je ziet, we krijgen iedere dag een brief hier hoe goed we het hebben gedaan. Dus iedereen, ja, we komen toneel af. Mensen van het orkest geven complimenten of zeggen iets. Ook alle anderen, de zangers en de zangeressen, is heel erg leuk. Ja, het is dus echt één verhaal geworden. Het is echt één verhaal geworden, het is heel leuk. Nou, we hebben inderdaad ook al mensen gesproken, of ik tenminste, die het al gezien hebben. En iedereen is echt super enthousiast. Dus ik ben benieuwd, ik laat me ook verrassen. Ja, leuk. Ja, voor ons is nu voor de meeste dansers vanavond hun eigen publiek hier. Dus dat geeft een extra boost. En dat zijn ook vaak de meest kritische mensen voor ons. Althans, mijn ouders bijvoorbeeld. Daar kan ik dan echt vragen, hoe vond je het nu echt? Ja. Ik ben heel benieuwd, maar ik weet zeker dat ze een leuke avond hebben. Ja, daar gaan we dan toch wel vanuit, ja, toch? Ja, daar gaan we wel vanuit. Ja. Oké, nou, ik zou zeggen, geniet nog die laatste avond. En wat ga jij dan doen? Ga jij zelf in de zaal zitten? Of hoe ga je deze laatste avond doorbrengen? Nou, nee, je ziet, ze zijn nu gesminkt, althans dansers. Maar wij dansen dus in 10 stukken. Dus hier begint het dadelijk met...
aankomen, smink eraf, omkleden, haren anders, smink erop en weer gaan. Ja, en daar zijn wij, ik met de twee dames daar heel hard mee bezig om iedereen op tijd overal te krijgen. Dus tussendoor, als we een beetje tijd hebben, gaan we staan spieken, maar ja, we zijn hier druk in de weer. Hartelijk welkom. Dames. Ja. Dag. Oh, hallo. Hallo. Wat verwachten jullie van vanavond? Heel veel. Heel veel. Waarom? Ja, er is zoveel reclame voor gemaakt. Ik wil het ook zien vanavond. Ja, heeft u er al goede dingen over gehoord? Ja, mijn zoon is geweest, die vond het geweldig. En er zei, mam, je moet gaan en tot de laatste blijven zitten. Oh, ja, nou, dat doe dan maar, hè. Ik zou zeggen, geniet ervan, jullie dames. Ja, zo, dankjewel. Hallo. Hallo. Hoe bent u ertoe gekomen om naar deze avond te gaan? Omdat ik daar gezellig ben en omdat we deze avond ook mee sponsoren. Oh, en mag ik vragen waar u van bent? Autobedrijf Kusters. En is dit dan de eerste avond, deze vier avonden, dat u hier komt kijken? Ja, ja. Ja, eerder konden wij ook niet. Dus, En heeft u al goede dingen gehoord? Ja, heel veel goede dingen. Ze zeggen dat het een leuke avond is. Dus ik ben benieuwd. Ja. Nou, ik heb ook alleen maar leuke dingen gehoord, dus ik zal zeggen veel plezier vanavond. Geniet ervan. Dankjewel. Dankjewel. Dag. Hallo. Meneer, hallo. Wat verwacht u van deze avond? Nou, ik denk wel dat het leuk wordt, of niet? Dat verwacht ik wel. Ja. Mooie muziek. Ja. Kent u ze al langer? Bent u ook bij de vorige? Ik kom uit Zambik. En ik ben vorige keer ook geweest. Of vorige keer. Vorige keer bent u geweest. Ja. 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 En wat verwacht u dan nu te zien en te horen? Nou, veel mooie muziek. En ja, gezelligheid, hè? De heer Roemer. Ja. Leuk, goedenavond, leuk u hier te zien. U bent niet op de Rabobankavond, hoe komt dat zo? Ja, dan zit ik in het Haagse. Ik was lang blij dat het in ieder geval nog een zaterdagavond was, dan kon ik tenminste nog komen. Ja. Wat verwacht u van vanavond? Nou, ik ben 4 jaar geleden ook geweest en toen was het één grote happening. En ik hoorde van mensen die er al geweest waren dat het dit keer nog mooier is. Dus ik verwacht er heel veel van. Ja, wij hebben net natuurlijk ook achter de schermen mogen kijken en de mensen zelf zijn gewoon super enthousiast. Ja. Dus dat stralen ze natuurlijk dan ook uit op het toneel. Heeft u nog een voorkeur voor, zeg maar, voor de muziek of voor de dans? Nou, nee, niet echt. Kijk, 4 jaar geleden was het zo dat ze van alles wat hadden. Een hele mooie mix van lekkere vlotte muziek en wat klassieke muziek, alles door elkaar. Ik denk dat het mooi is vanavond, maar ik denk dat ik het meest uit mijn dag ga ze even flink de vaart erin zetten. Ja. Nou, dat zal zeker ook wel gebeuren en ja, er is dit jaar ook weer van alles wat. Dus ja, ik ben benieuwd wat u ervan vindt en ik wens u in ieder geval een fijne avond. Dank u wel, jullie ook. Ja. U staat het programmaboekje door te nemen. Klopt, ja. Wat is uw verwachting van vanavond? Ik laat me verrassen. Ja. Ja. Er staan natuurlijk hier een heel veel aan een keur van bepaalde liedjes en musicals. Mm-hmm. Heeft u nog een voorkeur hier wat hierop staat? Zeg maar welk menu? Nee. Absoluut niet. Bent u zelf een musical liefhebber? Ik vind het leuk om te kunnen kijken en om het aan te horen. Dus ja, wel van genieten. Ja, dat zal dan ook wel. Ja. Ze spelen stukken musicals, maar ook gewoon losse nummers. Maakt het voor u dan nog een verschil? Nee. Ik vind het gewoon leuk om hier aanwezig te zijn tussen alle mensen en gewoon plezier beleven. Dat is het mooiste wat er in de wereld is, toch? Ja, dat is ook zo, inderdaad. Nou, dan wens ik u een hele fijne avond. Dankjewel. Thank you.
ben je hier? Ja, gewoon voor het plezier. En omdat er kinderen van mijn oude klas erbij zitten. En daar heb je van gehoord dat het heel erg leuk is? Ja. En wat vind jij nou leuk om, want je hebt hier het programmaboekje voor je liggen. Wat lijkt jou het leukste stuk? Mary Poppins. Ja, dat is wel heel bijzonder, hè? Dat is ook een heel mooi muziekstuk. Ja. En heb je ook gezien en gehoord dat daar ook kinderen in meedansen? Ja, een beste vriendin van mij die danst daar mee. En nog een paar bekenden. Dus dat is wel heel spannend om naar te kijken. En zij vinden het denk ik ook heel spannend dat jij hier zit. Ja, dat denk ik wel. Weten ze dat je hier zit? Ja, mijn beste vriendin weet dat wel, maar ik weet niet als al die anderen dat weten. Nou, ik zou zeggen, een hele leuke avond voor jou. Ja, dankjewel. C-H-L-I-N.
Thank you.